Ja, dit is wat geluid. Of aan de andere kant, als we gewoon stil blijven staan. Ja. Ja. Even kijken. Ja, waarschijnlijk wel, ja. 5 maanden hechtenis in plaats van 6 maanden opgelegd. Geen voorwaardelijke straf. Officier van justitie gaat niet in cassatie. Wij gaan waarschijnlijk ook niet in cassatie. Concentratie is laag bij mij. Contactverbod met Eline blijft gelden. Contactverbod met alle ministers. Als ik contact opneem met een van de ministers of staatssecretarissen, 2 weken maximaal hechtenis moet ik voorkomen in ieder geval. Geldboete ook nog voor een andere zaak. Ja, voor de mensen die meeleven met mij, die weten om 1 uur had ik de uitspraak. Ik heb een hele rare situatie gehad met de trein, 1/2 uur vertraging. De trein reed zo weg van ons. Geen melding van vertraging, moest een hele andere reis pakken, alternatief. Veel steun gekregen, veel liefde, veel warmte. Uitspraak 5 maanden onvoorwaardelijk. Ik heb 6 maanden al gezeten, dus ik hoef niet terug naar de gevangenis. Zorgmachtiging, daar ligt nu de focus. Een behandelplan. Een onderzoek. Psychotische stoornis noemden ze mij gewoon net in de uitspraak dat ik daar last van heb. I don't care. Their opinion is not my opinion. Make the change. We gaan door tegen het vaccineren voor liefde, soldaten, strijders. We gaan nu een interview doen hier. Ik ben al geïnterviewd door... Erik Donk, JDTV, nu ongecensureerd nieuws. Dus we staan hier weer bij de Tweede Martelkamer, Staten-Generaal, Den Haag. Veel te melden, mensen. Ik heb heel veel te melden, niet over mijn zaak, maar andere dingen. Ja, ben ik opgelucht? In eerste instantie wel, want het had erger kunnen zijn. Forensische psychiatrie, verplichte opname, dwangmedicatie. En een verplichte opname in de psychiatrie had gekund. 6 maanden had gekund. En dan, nu is het 5 maanden. 9 maanden had ook gekund. Voorwaardelijke straf had gekund. Wat had de officier van justitie ook geëist. 6 maanden en 6 maanden voorwaardelijk. Dus dan bij elke vorm van bedreiging zou ik direct de gevangenis in worden gegooid voor 6 maanden. Ja, en bedreiging is tegenwoordig een heel ruim begrip geworden. En je kan zomaar opgepakt worden voor bedreiging en veroordeeld worden. Voor bedreiging. Terwijl we zien de gekste dingen. David Icke wordt bedreigd. Thierry Baudet wordt bedreigd. Wilders wordt bedreigd. Daar gebeurt helemaal niks mee. Wiebren van Haga, iemand in zijn huis geweest. Onder bedreigende situatie. Gebeurt helemaal niks mee. Nou ja, in ieder geval, wij gaan vrolijk verder. Met de Great Awakening. Met de liefde verspreiden. Licht. De waarheid. De realiteit. Opkomen. Be the voice of the voiceless. Be the hope of the hopeless. Be the light for them in darkness. En we blijven strijden, we blijven optimistisch, we blijven positief. We strijden voor de jeugdzorg, ouders en kinderen. We strijden tegen de prictatuur, tegen de censuur, tegen de klimaatobsessie, klimaatverandering, obsessie en maatregelen. Klimaatlockdowns. We strijden, strijden, strijden. Ook tegen de oorlog in Oekraïne. Vredesdemonstratie komend weekend, geweldig. Er zijn vele protesten weer die er aankomen. 5 maart, hartstikke belangrijk. 11 maart ook. In Den Haag, Malieveld, allebei. Ja, wat heb ik te zeggen? Niet iedereen wil hier net op beeld, maar die mensen zijn al weg, zie ik. Dus ja, in ieder geval, ik hoef nu niet naar de gevangenis. Ik hoef ook niet naar de psychiatrie of forensische psychiatrie. Wat wel is genoemd, wat me wel heel veel stress heeft gegeven en angst. Dus wat dat betreft, nou ja, ik wil wel naar Germany gaan voor privé, maar dat komt wel een keer weer. In ieder geval, we blijven ook de Turkse mensen steunen in nood, de Syrische mensen in nood, de Palestijnen in nood, iedereen die in nood is, samen sterk. Nederlanders in nood, armoede wordt gecreëerd, crisis op crisis.
eerlijke verkiezingen gaan we voor, ook al is dat heel moeilijk. Stop de verkiezingsfraude. Oké, mensen, groetjes van Max uit Den Haag. De plaag is in Den Haag. 5 maanden veroordeling, geen 6 maanden. Maar we hadden gehoopt op vrijspraak en een schadevergoeding. En dat is nog steeds wat ik eis. En ik zal voor mijn recht gaan, maar niet in deze rechtbank, want daar kun je geen recht vinden op deze manier. Hallo. Geen enkelband, geen reclassering meer. Allemaal weg uit mijn leven. Goed zo, dat is goed nieuws. Geen contact meer met reclassering. Ook al zijn ze wel vriendelijk op sommige momenten, maar ook heel dwingend en heel erg intimiderend, zeurderig, heel erg kritisch op alle uitspraken die ik doe op social media. Gisteren was ik bij de Poppenkast met een C, Peter Poppenkast, mooi gesprek gehad. Druk vandaag, weet ik niet. Ja, veel op de planning. Even kijken wat ik ga doen, wat verstandig is. Tot later, mensen. Make the change. Don't wait for the storm, be the storm. Fall of the cabal, break the system. Kom op voor je rechten, kom op voor je toekomst. We gaan ook weer bezig natuurlijk met de verkiezingen voor een positieve boodschap van Jezus leeft. Meer Jezus, minder crisis. Ja, dankjewel. Klopt, ja. Sorry, deze zijn ook belangrijk om te bewaren. Even. Ja, het is moeilijk te verbergen allemaal. We zijn er, mensen. We gaan door. Tot later.